Als ik iets geleerd heb in 20 jaar televisie maken, dan is het wel een goed gesprek voeren met allerlei verschillende types. Sister Lauren. Oh, yes, sister. Sister Lauren. And you're my brother. I'm your brother. Wow. How old was your son by then? 20. Jesus. Baby. Are you sure you didn't take me here with you to kill me and leave me here? Because that's how I feel at the moment. Go away with all your advices. I get really stressed now. Maar ja, het gaat niet altijd vanzelf, een goed gesprek voeren. En soms loopt het heel anders dan je had gehoopt. Oh, die heb je geprobeerd te bellen. Dat is heel wat anders. Gordon, als je me even op internet misschien gezeten. Moet je wat minder coke gebruiken, Gordon. Want je praat een beetje door me heen. Dan hoeven we niet dit soort wijverige verwijten te maken. Gewoon zeggen wat er aan de hand is. Jongens, hé. Laat me nou eens een beetje normaal. We gaan straks verder praten. Ja, toch. Moet je mijn hond aan zien op Instagram om te weten of hij leeft? Nee, toch? Ik heb een beetje een maffe vraag. Waarom zijn we vaak zo slecht in het stellen van de juiste vragen? Nou, in deze workshop geef ik tips en handvaten hoe je zowel op de werkvloer als privé veel meer uit een gesprek kunt halen dan je ooit gedacht had.